Hey Paul. Ja. Je bent zo'n ontzettende botter van aard. Ja, hoe vind je nou dat het Klaasje wordt geopend? Ja, daar sta ik een beetje dubbel in, want het is natuurlijk een stichting die weer nieuw is. We hebben natuurlijk al meerdere stichtingen en er is altijd de vraag van oké, waar gaat het naartoe? Waar ik blij mee ben is dat er gewoon weer toch weer reuring is. En dat het weer bespreekbaar is. En dat is natuurlijk toch uniek wat we hier hebben in Spakenburg. Ja, maar Paul, eventjes onder ons. De hoeveelste stichting is dit die gaat over botters? Nou, ik denk dat we dat ondertussen wel op een hand kunnen tellen, ja. Ja. Maar dit geeft de indruk, Klaas U, dat het iets met Utrecht te maken heeft. Ja. Maar als je er een beetje verder in de stukken leest, dan blijkt het gewoon een Spakenburgse zijn. Ja, dat was wel weer duidelijk natuurlijk. Want ja, het gaat om de botters en waar liggen ze? In Spakenburg. Ja. Straks het grote ceremonie. Dan gaan we het allemaal meemaken. Ik ga even een beetje hier staan, anders zie ik jou helemaal niet zo goed. Nee, maar ik zei het al, die botters. Hoe dringend is het dat daar iets gebeurt? Nou ja, kijk, wat ik natuurlijk heel erg dichtbij zelf meemaak, is natuurlijk dat er een aardige vergrijzing aan de hand is. En de jeugd is het eigenlijk niet meer te doen om zo'n boot te kopen. Want het is natuurlijk gewoon, je kan hem wel kopen, maar een 10.000 euro per jaar komt zo even voorbij. Ja. En een jaar is ook zo weer voorbij. En natuurlijk, het zijn mooie schepen en het is natuurlijk wat er gezegd wordt, het past bij Spakenburg. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel zo dat wij als eigenaren nog steeds eigenlijk 100% zelf erop draaien. Ja. Nou is er ook weer afgelopen keer nog een keer een stichting van die museumhaven opgericht. Dat heeft ook allemaal met behoud van te maken. Ja, ik ben een beetje kritisch, maar wordt het niet een beetje te? Ja, dat denk ik wel. Je hebt zoveel stichtingen, wie gaat nou wat doen precies? Ja. En ik denk dat je daar eens een duidelijke eind aan moet maken. En gewoon echt wel een compleet nieuwe stichting. Dat zou dan deze kunnen zijn. Ja. En dat samenvoegen met z'n allen. Nou, we gaan eens even kijken hoe Klaasje wordt ondertekend. Ja, dankjewel. Ik ben ook heel benieuwd. Nou, als er één verstand heeft van botters, is deze darp meneer het wel. Hè? En de bruine vloot en alles en nog wat. Hoe blij bent jij dat Klaasje zo wordt ondertekend? Ja, dat is een eerste stap, hè, Maarten. Dat gaat goed komen, denk ik. Ja, maar kort geleden was je helemaal euforisch met de museumhaven. Dat is ook een nieuwe stichting met weer een werkgroep en een stuurgroep. Nee, dat zie je verkeerd. Dit is, dat zo? Dit is denk ik een van de uitvoeringen ervan. We hadden het in ons gesprek pas er ook over dat er heel veel stichtingen zijn. En ik denk dat er nu een stap gemaakt wordt om die stichtingen te binden in één grote stichting. En dat is Klaas U. En dat gaat doorzetten als het allemaal werkt en allemaal zo gaat lukken. Tot een overkoepelende organisatie. En ik denk dat dat nodig is. Nou, we gaan een handtekening zetten onder Klaas U. Ja, wij niet, maar... Nee, maar ze. De Bruine Vloot, ja. Dankjewel. De heer Van Dorst als voorzitter, de heer De Graaf als secretaris en de heer Ten Hove als penningmeester. Deze akte is verleden te Bunschoten op de datum het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van de akte in de comparant opgegeven en toegelicht. Comparanten hebben één paar verklaard tijdig voor het verleiden van de acte finale te bekennis genomen, daarmee in te stemmen en op gehele voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens deze acte onmiddellijk naar beperkte voorlezing door de comparanten met notaris ondertekend. Nou, heren, nu is het zover. Als ieder van u een handtekening zou willen zetten hier onder de tekst. Ja. Heren, gefeliciteerd. Stichting Klaas U is opgericht. Dank u wel.